puntje. Okidoki. Duimpje omhoog als je het leuk vindt. Humor. Nou, doe het niet van. Leuk humor. Nu doen. Oké, mensen, boet is vertrokken. Ik denk, jeetje, wat een saaie bende hier. Snap ik ook. Snap ik ook. Goed, de klusjes voor deze week, dat was eigenlijk dit ding, fixen. Zit nog niet vast. Maar ja, ze werkt voor niks, dus dat laten we ook maar even zitten. Het aanrechtblad losmaken. Yes, sir. Here we are again. Dus dat is gelukt. Dan moeten we ons afvragen of we dit bakje weer willen gebruiken. Ik denk dat het antwoord gewoon ja is. Dat kunnen we wel heel moeilijk gaan doen en een ander bakje gaan installeren. Maar schieten wij daar iets mee op? Een weinig, denk ik. Een weinig. En dan kunnen we namelijk vandaag besteden aan het passen van de bank. Dus die moet hier komen. Dus we moeten die stoel even aan de kant bonjouren. Ik denk dat Mido zo meteen terugkomt van de hockey. En dan gaan we eens even kijken of we dat kunnen fixen. Kunnen wij dat fixen? Nou, en of. Nou,
En om daarmee te beginnen, dat vind ik echt wat voor jullie. Zo, uit eten? Nee, nee, dat gaat niet meer. Het budget is op. Oh. Nee, dat is niet. Maar je hebt nu voor 50 euro eten gekocht. Nee, 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 niet alleen voor vandaag. Ah. Maar wel lekkere dingen. Heel goed. Met dank aan Kaas, aan Tim wou ik zeggen. Met dank aan Tim. Ik heb even je hulp nodig. Ja, ik heb Joen hulp. Beter. Oude bank is eruit. Die ligt daar ergens in het donker. Niet te zien. Nieuwe bank staat er half in. Ga morgen verder met de boel op maat te maken. Nu ga ik nog even opruimen. En dan gaan we gezellig Marijder verjaardag vieren. Daar heb ik zin in. We hebben lekker hapjes, drankjes. En gewoon gezelligheid. Oké. Tot morgen. Ciao, ciao. Oké, goedemorgen mensen. Leuk dat jullie weer kijken. Het is zondag. Maria? Ja? Wat ga jij doen? Ik ga je helpen. Oh, krijg je hulp. Lekker, gezellig. Ik ga een surprise maken. Oh, een surprise maken. Ja, dat moet ook gebeuren. Daar hoef ik me dan gelukkig niet meer druk over te maken. We gaan naar de camper. Aan de slag. Hi. Even geven. Je vroeg wat ik wilde filmen. Ja. Ja. Het mooie werk wat ik gedaan heb, Maria Koopmans. Ik zal het je laten zien. Echt, het is weer echt helemaal fantastisch. Laat niet je koffie koud worden. Laat niet mijn koffie koud worden. Kijk eens. Oh, heerlijk. Heerlijk. Thank you. Let's see. Camera kijkt mee. Beste Martijn. Knippen. Niet duimpje, gewoon een duimpje. Oké, lieve mensen. Leuk dat jullie weer kijken. Het is Marije. Ja, dat weten jullie wel, hè. Heel goed. Bankje staat. Hè? Ik zeg niks meer aan doen. Mooie opbergruimte erachter. Lots of storage. Kunnen gaan. Als je niks te doen hebt straks, dan mag je komen helpen met opruimen even hier. Ja, zeg maar, ik kan ook even een tafelblad, zitten. Want ik had iets gevonden. Ik had twee dingen gevonden. Oh, ga dat maar doen dan. Ja. Dat lijkt me beter. En deze, ga ik even kijken. Oké, top. Dat was naar jou, hè? Dat ja, dat was naar jou. Dat was niet naar de lieve mens. Ah, ook. Okay. Ciao. Ciao. Oké, lieve mensen. We zijn weer helemaal alleen gelaten. Ja, maar volledige concentratie op het project. La projet, hè? En français. Le projet. La projet. Ik weet het niet. Le, la. Le projet. De projecten. Oh, projet. Framepje in elkaar geschroefd. Topper. Deze die gaan we hier monteren. Hier aan de zijkant. En daar komt dan een latje aan de voorkant tegenaan. Zo, hier aan de voorkant. En er komt er eentje bovenop te liggen. Zo. En dan zou het mooi afgewerkt moeten zijn. Ja, ja, ja. Het zit er weer op. 7:10. We gaan zo meteen nog eventjes van de zondagavond genieten. Bank staat. Het koofje is voor een groot gedeelte af. Er moet hiervoor nog een plaatje komen. Dit plaatje had ik te kort gezaagd. Ik had eigenlijk niet opgelet. Ik had gewoon de breedte van de plank afgezaagd. Maar toen bleek dat de plank niet breed genoeg was. Dus dat gaan we volgende week even verder oplossen. Het is hartstikke donker.
Dus het is misschien niet zo handig nog om verder te gaan. Nou, mooi resultaat geboekt, denk ik. Dit gedaan. Bank, nieuwe pootjes opgezet. En koofje afgetimmerd, bijna dan. En we hebben natuurlijk gisteren al het blad hier losgemaakt. Het blad, dus dan gaan we volgende week kunnen we mooi aan het schilderen gaan. Dus ik zou zeggen, fijne avond. Wij gaan het licht uitdoen. Tot de volgende keer.